De bond bij de energiebedrijven Suriname, de EBS, heeft haar acties vandaag opgeheven. Dit gebeurde na overleg met het personeel tijdens een algemene ledenvergadering. In het weekend was er onduidelijkheid ontstaan omtrent de afspraken die waren gemaakt tussen president Desi Bouterse en de bond. Na het overleg met de president vrijdag leek het erop dat de bond en de aandeelhouder een akkoord hadden bereikt. Echter constateerde voorzitter Steve Geerlings bij ondertekening van het akkoord een aanpassing waardoor het beraad niet werd opgeheven. Vicepresident Ashwin Adin gaf per brief aan EBS-directeur Rubin Permeser de opdracht om de bond mee te delen dat het beraad onmiddellijk opgeheven moest worden. Er werd zelfs gedreigd met ontslag van de werknemers als dat niet zou gebeuren. Dit zette kwaad bloed bij het personeel. Geerlings verduidelijkt dat hetgeen bereikt is met de president vrijdag niet zou zijn verworpen. De president is bereid de zaak weer te bekijken. Vandaar dat wij hebben gezegd in de vergadering vandaag dat wij het beraad opschorten. We worden morgen 8:00 ontvangen door de president. En dat wat er hier heeft afgespeeld in het weekend, zullen we dat voorleggen aan de president formeel. Vandaar dat hebben we de medewerkers, je mag weten, de medewerkers zijn behoorlijk boos. Je kan niet hebben dat je een vakbond hebt met de directie, zijn we als twee partners. Dan werken we op basis van vertrouwen. Je kan niet hebben dat als je tekent op basis van vertrouwen en de medewerkers wachten op hun geld en je gaat terug naar de directie, dan gaat men u zeggen, bestuur, heeft u nu gezien wat u hebt getekend? U heeft toch getekend dat het gewijzigd is? Dus de werknemers moeten niks meer krijgen. Wat gaat de werknemers nu zeggen aan het bestuur of aan de voorzitter? De voorzitter heeft geld genomen. De voorzitter heeft de medewerker belazerd. En ik ga je eerlijk zeggen, pers. Ik ben niet van die soort van type. Wanneer ik wil lopen, net hoe ik zo breed ben, wil ik precies zo blijven lopen met een grote borst. Ik wil geen vakbondsman zijn die mensen belazert. Geerling zegt verder dat er duidelijk een communicatiestoornis is opgetreden. Hij gaat morgen weer praten met de president. De medewerkers hebben vandaag duidelijk aangegeven dat het vertrouwen in directeur Permeser is geschaad. De mensen waren behoorlijk fel, omdat men vanuit gaat dat je dit soort van zaken niet kan doen. Dus ze hebben misnoegen aan ons gegeven als bestuur. En ze hebben ons gevraagd, voorzitter, geeft u de president morgen door als u gaat, dat het vertrouwen wat we hadden in meneer Permeser behoorlijk geschaad is. Dus ik ben blij met uw vraag. De medewerkers hebben dat behoorlijk geuit. Ik heb dat 3 keer gevraagd. En we zullen dat mededelen morgen aan de president. Alles voorzitter Steve Geerlings van de bond bij de energiebedrijven Suriname. De OWAS heeft vandaag na overleg met de leden de acties opgeheven.